Succes, Kai. Zet hem op, Frits. Ja. Laat hem rollen. Tijd voor de Nederlandse wedstrijd in deze aflevering van RTL Rally Report. En die komt vanuit Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Het is de tweede ronde van het Nationaal Kampioenschap van Nederland. Dus voor minder ervaren rijders en alleen wedstrijden in Nederland. Eerste proef van de rally van Hulst. Onboord bij de startnummer 1, Frits van Eert in de groep A Mitsubishi Evo 7. Laat hem eens naast elkaar gaan zetten. En rechts in beeld komt erbij Dirk Boers. De andere favoriet voor de eindoverwinning in een Subaru Impreza World Rally Car. Links van Eert, rechts Boers. Midi left binnenhouden, flat right. 50 links 1. 80 links 1. 200 midi left. Into flat right. En van Eert pakt meteen al zijn voorsprong in de eerste kilometer van de proef. U ziet dat de weggetjes in Zeeuws-Vlaanderen echt hele leuke rallyproeven zijn. Waar de afgelopen jaren altijd een spannende strijd was. De favorieten nog even op kaart. Startnummer 1, Frits van Eert met de Mitsubishi. Startnummer 2, Dirk Boers met de Subaru World Rally Car. En in het veld van ruim 125 auto's is startnummer 3 toebedeeld aan regerend sprintkampioen Theo van den Berg met de Volkswagen Golf Kit Car. Een tweewiel aangedreven auto. Startnummer 4 is voor Ronald Leemans met in dit geval een groep A Mitsubishi Evo 6. En startnummer 5 voor de leider in het Nationaal Kampioenschap, oudgediende Evert Bolderij met een Mitsubishi. Ingeschreven voor de fun is startnummer 6 en daarmee ook de laatste favoriet voor de eindoverwinning, Edwin Abbering met een Toyota Celica. Kortom, een competitief deelnemersveld. Aan boord bij Dirk Boers. Op papier heeft hij de meest potente auto, een World Rally Car 1999. Dit is het mooiste stukje van de rally van Hulst. Tussen de bomen en dan het onverhard op. Iedere rijder heeft zo zijn eigen rijstijl en tactiek om dit paadje te nemen. Je hebt een heel stukje glad asfalt, een nieuw stukje asfalt. Dan kom je eigenlijk met een flauwe bocht, kom je dat greffel op. Met al die kuilen. En dan moet je eigenlijk op een hele goede manier moet je hem zo recht mogelijk pakken. Zo recht mogelijk erin. Nou, en dan hobbel je eigenlijk verder, want het zijn allemaal grote kuilen. Die hairpin die pak je uiteraard op de handrem. Dan is het terug naar de eerste versnelling. Dan gewoon opschakelen naar de vijfde versnelling. En dan net voor het onverhard, dan duiken we weer terug naar z'n vier. En zo pak je heel het onverhard zo'n beetje tot die scherpe bocht. En dan ga je weer terug naar de tweede versnelling. Je pakt hem op de handrem. Je zet hem eerst eens in één. Je pakt hem op de handrem. De auto gaat dwars. Zo gauw uit die dwars gaat, laat je koppeling opkomen vol gas. Dan ga je 1, 2, 3. Hou je even in, want dan gaat het op het onverhard een beetje naar links. Anders kom je te ver naar de bomen. En dan vol is de 5 naar achteren. Leuke tactiek bij droog weer, maar het begint te regenen. Het wordt glad. 500, links 1. 50 rechts 2, niet snijden. Hoe weet je dat die gaat? Niet snel genoeg. Links 1, 50 rechts 2, niet snijden. Kijk maar naar de wolken, er komt regen aan in Hulst. En iedereen heeft gekozen voor in principe droog weerbanden. Want zo zag het er 2 uur voor de start uit. En toen moesten de banden gekozen worden. Frits van Eert in de regen op weg naar de finish van de eerste proef van de wedstrijd. Zelfverzekerd naar zijn tweede plaats in de takrally. Hij wil hier winnen. 4,58. Ik heb hier wel eens 4,53 gereden. Nou, het regent ook, hè? Daarom. Ik kan niet zeggen hoe het met de grip zit, Frits. Dus ik ben best content. Tijd van Frits van Eert wordt 4,57. Dirk Boers pakt een tijd van 4 minuut 58. Dat is 1 seconde langzamer. En de derde tijd is voorlopig voor deze Ronald Leemans. 5 minuten rond. Dat is 3 seconden langzamer dan Frits van Eert. Oké, Kai. Zet hem op, Frits. Laat hem rollen. Blijf de baas. Zal ik proberen de nood zo goed mogelijk te doen. Ja. Ja, zegt Frits van Eert als hij weet dat het klets en klets nat is. En dat het heel hard regent. En hij staat op sliks. Want die heeft hij 2 uur van tevoren gekozen. Dirk Boers rechts in beeld staat ook op sliks. En zo rijden ze de eerste kilometer van de tweede klassementsproef. Het is pekglad. Links 1. 500, midi right, 50 flat left. Midi right, 50 flat left. Ja. Het is duidelijk dat het tempo van Dirk Boers rechts in beeld veel voorzichtiger is dan Frits van Eert die vol doorrijdt. Boers weet dat het glad is en rijdt echt op eieren. Rechts de dijk op. Hairpin rechts. Verschil is groot.
De bekende herpin van de Reddy van Hulst. Links Frits van Eert, rechts Dirk Boers. Nogmaals, het is waanzinnig glad en beide mannen staan op verkeerde banden. Maar wie neemt in dit soort omstandigheden de grootste risico's? Frits van Eert, 1 seconde voorsprong naar klassementsproef nummer 2. Wil winnen om zo zijn nationaal kampioenschap van dit jaar zijn titelcampagne voor te zetten. Maar van Eert wordt verrast door de gladheid. En hoe? Oh shit. Daar gaan we. Kut. Zet hem uit. Motor uit. Okay. Dirk Boers, een minuut later. Hij reed zo rustig die eerste kilometer van deze proef. En ook hij komt op het punt waar Van Eert er net vanaf is gegaan. Hier ging Van Eert fout. En Boers heeft het ook moeilijk. Het is echt spekglad op die weggetjes in Hulst. Boers weet dat Van Eert eruit is. En dan krijg je een Dirk Boers te zien, ja, die niemand eigenlijk wil zien. Maar waar kies je voor? Het is spekglad, je staat op de verkeerde banden. En dus ga je bijna rijden als een oud wijf. Je remt veel te vroeg, maar rijdt op zeker. En dat is een goede keuze die Boers maakt. Neemt geen risico's. Weet misschien dat hij met dit soort hele vroege rempartijen veel tijd gaat verliezen. Maar hij houdt zijn auto wel op de baan. En dat is het belangrijkste. Niet volle snelheid hier. Remt heel ernstig vroeg. Want weet, kijk maar, het is spek en spekglad. En Boers krijgt dan ook zijn tijdverlies op die tweede proef. Maar, Allah, hij rijdt nog. En ik had de slicks eronder zitten. Ja, nou, toen kwam ik er dus ook achter dat het echt wel glad was. En hij gewoon heel de proef echt op eieren gereden. Maar waarom kies je voor slicks? Ja, je gaat hier al weg bij de service 's morgens. Dan moet je auto hier in het wachtpark zetten. En vervolgens ga je starten. Dus op dat moment maak je een keus. En je moet 2 proeven achter elkaar rijden. Maar jij wist toch ook dat het ging regenen? Nou, op dat moment is het een twijfelgeval. Blijft het net droog of gaat het toch iets sputteren? Als iets begint te regenen is het geen probleem. Nou goed, vervolgens ga je dus op slicks. De eerste proef gaat perfect. Geen enkel probleem. Proef 2, ja, nou goed, een beetje vertraging. Begint te regenen, ja, nou, dan is het net mis. Maar waar Van Eert eraf gegaan is, had jij er ook af kunnen gaan? Ja. Als hij er niet gelegen had, had ik er gelegen. Dat meen ik echt. Maar het was gewoon heel glad daar en ja, er was remmen. Als je daar op het moment gaat remmen, dat je wilt remmen, dan is het... Net een vliegtuig vlieg je weg. Het is spek en spek glad in de openingsfase van de Rally van Hulst. Dit is de start nummer 3, Theo van den Berg, regerend sprintkampioen. Het is in Nederland een trend om meerdere evenementen op één dag te organiseren. En dus stelt deze wedstrijd ook weer mee voor het sprintkampioenschap. Waarin Theo zijn titel wil prolongeren dit jaar. Van den Berg merkt, kijk maar, precies hetzelfde punt als Van Eert. Daar is het dus heel glad. Maar Van den Berg houdt hem wel op de baan. Andere deelnemers worden hier gewaarschuwd door Frits van Eert. Van jongens, doe nou rustig aan. Maar ja... Van Eert heeft daar ongeveer 34 minuten gestaan. Maar niet iedereen heeft goed opgelet op wat Van Eert zei. Dit is een bochtje later, het punt waar Van Eert er vanaf is gegaan. En daar staat de Ford Sierra van Wilco Wolters. Daar is aan boord gaan bij Timstra. Start nummer 14, dat is dus 13 minuten later dan de doorkomst van Frits van Eert. En Van Eert staat er nog steeds kletsnat. Om toch aan te geven van jongens, dit gaat niet goed. Ook Struis staat op sliks. Ja, en hier krijgt hij duidelijk zijn waarschuwing van doe rustig aan. Maar Tim heeft het idee dat hij wel genoeg grip heeft en gaat dus redelijk vol door. Kijk, het gaat goed. Ja. Kleer! Niks gebroken? Nee. Beide mannen ongedeerd, dat is het belangrijkste. Nou, dat seizoen is nu al over. Maar het geeft wel aan dat als je op slik staat in de regen, dat je echt niks kan doen. Dan ben je echt weg. Bandenkeuze is dus superbelangrijk. Zo'n harde klap heb je nog nooit gemaakt. 160. Oh. Einde van boekel nummer 1 en de naam Leeman staat bovenaan. Ja, het was wel heel glad. Vooral de tweede proef stond natuurlijk op de verkeerde banden. Net als de meeste op sliks. Het was heel tricky. Vooral op lange stukken allemaal planeren rond de 200 km per uur. En ik was wel blij dat we aan de finish kwamen. Maar achteraf hadden we toch een hele goede tijd. Eigenlijk bij ons is het wel redelijk goed gegaan. Want we stonden eigenlijk niet op de verkeerde banden. We zouden eigenlijk op sliks gaan omdat het droog was. En we hadden toch gekozen voor de intermediate om hem veilig te kiezen. Omdat toch hier links en rechts nog wat blubberig was. En het scheen toch de goede bandenkeuze te zijn, want het begon te regenen. Van heel veel WRC, Subaru WRC, dus op het moment dat je in de regen gaat rijden met die auto's die heel anders. Heb je dat ook gemerkt? Ja, dat klopt. Maar wat is dan anders? Nou, die auto is breed, die heeft heel veel vermogen natuurlijk. En dat op het nat wegdek.
Ja, dan heb je geen voordeel meer. Als die voordeel is gewoon weg. Dat is mijn idee. Maar van andere Subaru, die moeten dan gaan zoeken in een bepaalde soort afstelling. Waren jullie op de hoogte van die regenafstelling? Niet helemaal, die hebben we gezocht natuurlijk. Alleen voor mij was het helemaal nieuw, want ik heb helemaal niet met die auto gereden in de regen. Dus toen moest je helemaal opnieuw beginnen. En daar hebben we gewoon langzamer aan gedaan. En de laatste brug ging gewoon goed. Niet dat wij zo graag crashes en klappen willen laten zien, maar het geeft wel aan dat als je verkeerde banden hebt in de rallysport, dat je dan gewoon echt weg bent. De organisatie laat die tweede proef heel lang doorrijden, waardoor er misschien veel equipes met verkeerde banden onnodig de fout ingaan. Dat is zonde. Neders Verkooy had wel de goede banden intermediates en rijdt een goede trainingswedstrijd. Voor zijn thuiswedstrijd, de ELE-rally die over 2 weken verreden wordt rondom Eindhoven. En ondanks de vogelpest gewoon verreden gaat worden. Theo van den Berg in de regen, 2-wiel aangedreven auto, 4-wiel aandrijving. Ja, dan verlies je veel tijd. Van den Berg wordt uiteindelijk 5e algemeen, maar scoort wel weer dure punten voor het sprintkampioenschap. Zijn teammaatje Ronald Leemans doet het wat dat betreft heel erg goed. Ligt aan de leiding in de wedstrijd. Voor de eerste keer in zijn carrière dus sneller dan deze Evert Bolderij, die het ook moeilijk had in de regen. Zoals gezegd 125 deelnemers aan de start, waaronder veel bekenden uit het internationaal kampioenschap die kwamen trainen. Zoals met de Ford Focus Dirk Garvelink. Nou, je loopt een beetje ijsberend rond. Het wordt nu wel wat droger in Hulst. Al dan weer, hè? Ja, het is naar regen komt zonneschijn, dus het gaat nou wel goed komen. Stond je op goede banden voor de eerste boekel? Nee, we stonden op verkeerde banden helaas. Maar het blijft rallyrijden, dus je moet je eigenlijk aanpassen aan de omstandigheden. Garvelink is bijna 1,5 jaar altijd met technische problemen uitgevallen. En nu finisht hij. Eindelijk weer eens op positie 28. Ja, we hebben er heel hard voor moeten werken en weer heel diep moeten gaan. Maar het is gelukt. Dus we zijn nu aan de finish en we houden deze lijn aan voor de komende jaar. Dus daar zijn we gelukkig mee. 28e algemeen dus Dirk Garvelink. 29e algemeen wordt deze Gert-Jan Heutink, rijdend voor het Nationaal Kampioenschap. En na de Zuiderzee hebben we heel hard nagedacht wat het probleem zou kunnen zijn geweest in de Zuiderzee. Uiteindelijk bleek het gewoon een aandrijfas te zijn. Dus de bak is er niet onderuit geweest en we hebben de nieuwe aandrijfassen opgezet. En dat werkte goed. Maar ga je na de problemen in de Zuiderzee anders zo'n wedstrijd in hier? Ja, ik denk het wel. Iets behoudender. Dan, jongens, het kan wel kapot. Maar het werpt wel vrucht af. Hoe heeft Heutink zijn bandenkeuze gedaan voor die eerste 2 klassementsproeven? Ja, ook hij koos voor slicks. En dat is de verkeerde keuze. Ja, want je staat op verkeerde banden. Dan kom je bij de eerste proeven. Denk je dan nog van, kunnen we iets regelen om toch nog bandjes te wisselen? Je denkt er wel over na. Maar ja, je weet het mag niet. Dus je doet het niet. En je hoopt dat de organisatie dan de wijste... Waar ze beslissing neemt om de proef te neutraliseren. En dat is ook gedaan. Dus. Merk je dat Gert-Jan anders rijdt met in het achterhoofd dat het Zuiderzee niet goed gegaan? Een beetje. Waaraan? Wat hij zelf al zei. Een beetje voorzichtiger. Iets vooral met moet zeggen haakse bochten of met waar je veel stuuruitslag zit. Even iets minder gas erop. Dat de aandrijvers even wat minder op te kiezen krijgen. En dan blijft het heel. Heutink uiteindelijk 29e algemeen. En dan de slotfase van de wedstrijd. Ja, die wordt dan toch leuk. Want het wordt droog in Hulst. Ronald Leemans leidt aan deze Dirk Boers met een hele dikke Subaru uit 1999. Toch de beste auto. Heeft 6 seconden achterstand en Boers knokt. Boers moet gaan knokken in de slotfase van de wedstrijd om zijn dagprijsje. Want Boers rijdt dit seizoen niet voor een kampioenschap, maar wil gewoon rallies winnen. In de slotfase, die laatste 2 proeven, zet hij alles op alles. Maar die Leemans, die rijdt hartstikke goed. Leemans heeft een antwoord op de laatste proef op Dirk Boers. En Leemans wint voor de eerste keer een rally met 1 seconde voorsprong. De vraag is dat je wordt geklopt op 1 seconde. Dat moet pijnlijk zijn. Nou, niet echt. Ik ben hier vandaag toch naartoe gekomen om weer kilometers te maken met die auto. En voor mij is het de eerste keer met deze auto in de regen. Dus het is alles weer aftasten. Ja, en de bandenkeurs vandaag, hè? Dat is een beetje moeilijk eigenlijk. Ja, maar waar zit dan die 1 seconde? Op de tweede proef, daar ligt hij. Op papier en in praktijk een WRC verslaan, daar kun je mee naar huis. Ja, ik ben er ook heel gelukkig mee. Heeft dat wat aan dat Boers een dag niet had of dat jij gewoon een superdag had? Misschien had ik een superdag, misschien hij niet. We zullen het nooit weten, maar die 1 seconde blijft staan. Resumé, Ronald Leemans in met 1 seconde op Dirk Boers. 3e Edwin Abbering met de Toyota, 4e Evert Bolderij, 5e Theo van den Berg en 6e Henk Vossen.